In de fabriek in Giessen doorlopen de producten een aantal processtappen. We oogsten het product, we sorteren het, we gaan het wassen, blageren, we voegen water toe en een heel klein beetje zout. Dan gaan we het verhitten en laten het afkoelen waarmee het houdbaar wordt. En daarmee is het proces rond zonder het gebruik van conserveringsmiddelen.